De Vot. Laatste kilometer. Ultimo kilometro voor Bart de Klerk. De chronometer loopt. Wint de Belg en bergt in de Giro. Het peloton. Komt dat peloton nog? Een motor. Hier. De boog. Hier. 20 seconden. Het is niet de zwaarste kilometer die je kan hebben na een berg. Het zit er nog altijd in hoor. Want hier wachten ze natuurlijk ook. Steekspel. Bijna 3 uur gekoerst. Bart de Klerk oh zo dicht bij een heerlijke overwinning. Nog een paar bochten, auto's er van tussen nu. Oh, daar komt dat voor de top. Ja, blijven geven. Ze timen. Hij speelt haas. Zet hij de favoriete een neus op de Monteverdje in 600 meter nog. Tegen de grens van de verzuring aan. Moet wel. Vol in de verzuring, maar het moet. Maar zwart zien. Meer dan rood zelfs. Zal het zijn? 12 seconden zeggen ze nu. Bart de Klerk. Ja, een kleine versnelling. Hij moet proberen een klein beetje bijschakelen. Mogen ze even recht staan als dat kan. Ze zien hem rijden of veilig zijn. Ze zien hem rijden. Het klimt tot op de streep. Dat is zijn nadeel. Scarponi daar in tweede positie. 350 meter. Geef ons een beeld van de koploper. Alsjeblieft, spurt in volle gang bij de favorieten. En dan is het de vraag waar de winnaar zit. In deze groep of bij Bart de Klerk. Hier komt hij. Kom aan, Bart. Ze komen. Haal er nog iets uit. 150 meter. Heb je nog iets in de tank? Haal winnen. Het er nu uit. Win deze rit. Ik ga winnen. Wat een spurt van Scarponi. Hij gaat een beetje stilvallen. Oei, 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 oei. 50 meter. Kom aan, Bart. Op de trapper staan. Hier. Ja, kom. Ja, ja. Hij doet het. Hij wint de rit. Bart de Klerk wint door de Monteverdje in die Mercoliale. Ongelooflijk.